Het is nergens in Suriname vastgesteld door de autoriteiten dat je vaccinatiestatus bepalend is voor je medische behandeling. Niemand mag geneeskundige hulp geweigerd worden als die ziek is, zegt gezondheidsminister Amar Ramadine in gesprek met onze nieuwsdienst. De bewindsman reageert op klachten die de nieuwsdienst hebben bereikt van zwangere vrouwen die hulp zijn ontzegd omdat die niet ingeënt zijn met het COVID-19-vaccin. Als je ziek bent, mag niemand en mag feitelijk een medische hulpverlener je geen toegang weigeren tot zorg. Dat is niet het uitgangspunt van de regering. Maar nogmaals, als iemand acuut hulp nodig heeft of wat, COVID of een twijfel op COVID, mag niemand geweigerd worden. Zelfs in de huisartsensetting niet. Je moet werken met de nodige voorbereidingen, infectiepreventie. Dat noemen ze infectiepreventie en controle. Dus dat je dusdanige maatregelen treft. Je mondkapje op als dienstverlener, je mondkapje op, sanitizer, je middentemperatuur, etc. Om de mensen toch te helpen. Het mag niet zo zijn. Het zal maar wat worden dat je ergens een steekverwonding hebt opgelopen. En dan met men niet weet wat je COVID-vaccinatiestatus is, dan krijg je hulp. Dus dan mag je doodgaan. Dat kan niet. Ramadine zegt verder dat patiënten wel ervoor moeten zorgen dat hun verzekering in orde is. De minister belooft de voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad te spreken over mogelijke klachten van patiënten die hulp zijn geweigerd door medici. In geval een persoon klachten heeft over de verkregen behandeling, kunnen die klachten worden gedeponeerd op het departement van Volksgezondheid. Als het geval zich heeft voorgedaan in een ziekenhuis, mag de klacht bij de instelling zelf worden ingediend. De bewindsman zegt alle vertrouwen te blijven stellen in de Surinaamse specialisten, dat zij hun werk naar behoren zullen uitvoeren.